Hoi en welkom bij een nieuwe tutorial op je Academy. In de vorige tutorials heb je kennis gemaakt met programmeertaal aan de hand van de programmeertaal Scratch. In de komende tutorials ga je werken met een andere programmeertaal die iets lastiger is om mee te ontwikkelen dan Scratch. We gaan namelijk werken met de programmeertaal Python. Python is in de jaren 90 ontwikkeld door de Nederlandse informaticus Guido van Rossum. De taal is vernoemd naar zijn favoriete televisieprogramma, het Britse Monty Python. Na Scratch wordt Python gezien als de beste programmeertaal voor beginners om te leren. Dit is niet heel gek, want een belangrijk kenmerk van Python is dat je niet heel veel code nodig hebt om bepaalde programma's te kunnen maken. Python-code is dus makkelijk te lezen en hierdoor makkelijker te begrijpen voor beginners. Python is dus heel geschikt voor beginnende programmeurs. Maar de taal is niet alleen populair bij starters. Ook professionals maken heel veel gebruik van Python. Dit komt door de veelzijdigheid van de taal. Je kunt Python bijvoorbeeld gebruiken bij het maken van websites, games en het maken van desktopprogramma's. Maar het wordt vooral gebruikt bij het analyseren van gegevens, ook wel data genoemd. Bedrijven als Google en Facebook, die veel gegevens moeten verwerken, maken dan ook veel gebruik van Python. Python is zeker lastiger dan Scratch, omdat je iets meer onderzoek moet doen om bepaalde programma's te kunnen maken. Je moet de code namelijk zelf typen en bij Scratch was het niet het geval. Maar als je deze tutorial stap voor stap volgt en ook daadwerkelijk zelf praktisch bezig bent met Python, is de taal makkelijk te begrijpen. In de volgende video zullen we de nodige software downloaden, zodat je klaar bent om te gaan programmeren in Python.